zeggen, Johan? Het is een geweldig publiek vandaag. Het is echt een fantastisch... Ja, het is een fantastisch publiek, hè? Ja. Beter kun je niet treffen. Echt ongelooflijk. Maar nou zeg even... Wat ik me nou altijd afvraag... Ja? Als ik in het publiek zou zitten... Ja. En de floormanager die zou dit maken... Ja? Of ik dan nog ging schreeuwen. Dat denk je zelf? Ik denk het niet. Denk jij niet? Nee. Andere mensen wel. Ja. Even voor mij, hè. We hebben nu Paul de Leeuw. Is dat nou een normale of een abnormale homo? Nee, dat is een hele normale. Dat is een normale homo? Ja, die gedraagt zich toch niet absurd. Nee, ja, goed, ik weet het niet. Ik probeer jouw kwalificaties voor. Nee. Dus, Paul is normaal. Ja, maar jij begrijpt toch wel, want jij vindt het een leuke act, geloof ik. Maar jij begrijpt toch wel het verschil tussen hysterische homo's en normale homo's? Ik begrijp dat wel, maar je weet nooit precies wie eronder vallen. Op een moment is iemand een beetje hysterisch, ander moment is hij zichzelf. Paul, nou, maar ik kan dat toch heel goed duiden. Ja. Ja. Oké. Okay. Oh, kijk! Ja, hier. Ja, daar heeft hij al! Dank je wel. Ja. We gaan beginnen. Feestje vandaag, we zijn er weer. Kan ik een klacht indienen voor ongewenst? Dit was grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat Paul de Leeuw, dames en heren. Ja.